Ik ga op bezoek bij Judy hier in Apeldoorn. Zij is op zoek naar de boekjes uit de serie Lodewijk. En dat is een tekkeltje met bravoure. En de boekjes waren voor Judy als 5-jarig meisje heel belangrijk toen zij opgroeide in een jappenkamp. Hi Judy. Goedemorgen. Hoi. Welkom. Kom Liz, nee, kom. Lizzie. Lizzie gaat op avontuur. Kom. Goed zo. Goed meisje. Het woont u lekker ruim, zeg. Lekker gezellig met de tekkel, want u heeft wel wat met tekkels. Vanaf kind af aan heb ik altijd al een tekkel willen hebben. Maar het is er nooit van gekomen. En eindelijk heb ik er dan toch een. Ik kreeg ooit eens een boekje. En dat boekje heette Lodewijk de Rattenvanger. Dat was mijn lievelingsboekje en ook eigenlijk mijn knuffel. Dit is het boekje ook. Ja, maar niet het oorspronkelijke boekje. Dit boekje is nieuw. Het oorspronkelijke boekje is er niet meer. Dat is eigenlijk al kort nadat ik het gekregen heb, is het verdwenen. Volgens mijn oma achterover gedrukt. Oh, nee toch? Op de boot van Indonesië naar Nederland. Maar dit is wel het verhaal wat u helemaal stuk gelezen heeft, zeg dit maar. Is hetzelfde verhaal. Precies hetzelfde verhaal wat erin staat, is hetzelfde verhaal als in het oorspronkelijke boekje. Het oorspronkelijke boekje is uitgegeven in 1941. Ik ben geboren in Surabaya en vlak na mijn niet na mijn geboorte. Ik was geloof ik 1,5 jaar oud. En toen moesten we naar het jappenkamp. En daar zijn we dus een poos gebleven. Hoe moet je dan opgroeien die eerste paar jaar in zo'n kamp? Ja, slecht gevoed. Slechte voeding. Het was zelfs zo op het moment dat wij uit de paardenpoep van de paarden van de jappen gingen we met een stokje nog rijstkorreltjes zoeken. Echt waar? En dat waste mijn oma dan. En dan kookte ze. Dan hadden wij een heel klein beetje rijst. Niet te geloven, zeg. Ja. Wat een verschrikkingen heb je dan moeten doorstaan. Nou, als kind dringt dat natuurlijk niet zo heel erg goed tot je door. Je doet natuurlijk ook de spelletjes die kinderen nu doen. Tikkertje, verstoppertje. En er gebeurden natuurlijk ook wel hele nare dingen. Hè? Dat vrouwen in elkaar geslagen werden en dat wij moesten kijken. Dat weet ik dus nog wel. Ik wou zeggen, het zijn echt wel herinneringen die jij zo jong als dat je was... Ja, toch nog hebt dan. Iets, het hoort bij je. Ik denk ook dat je een hoop niet meer kwijtraakt, hè? Nee. Dat zit allemaal in je. Dat blijft ook allemaal in je. Dit boekje heeft heel veel voor u betekend in die jonge kinderjaren. Heel veel. Heel veel. Want ik moet zeggen dat de tijd na het jappenkamp erger is geweest voor mij dan in het jappenkamp. Maar dit boekje kreeg ik op de allereerste Sinterklaas nadat we uit het jappenkamp kwamen. En dat is ook het eerste cadeautje wat ik bewust op Sinterklaas heb meegemaakt. Want ja, daarvoor, we zullen wel Sinterklaasfeest gevierd hebben, maar niet met een Sinterklaas en niet met een Zwarte Piet. Nee. En nou wel. Nou was er wel een Sinterklaas Zwarte Piet. En ik was als de dood voor die man. Het is ook wel een gek feest, hè, wat dat betreft. Ja, ik begreep er ook niet zoveel van. Maar toen kwam er dus een grote zak met cadeautjes. Ja. Dit boekje. Geweldig vond ik dat. En toen dook u in die verhalen? Mijn oma las het altijd voor. En het zijn hele leuke verhalen. Het boek is geschreven door Diet Kramer. Die woonde ook in Indonesië. En zij schrijft dus met de stem van Lodewijk. Heel spannende avonturen beleefd. Dus je kon er geen genoeg van krijgen eigenlijk, als we het voorlezen. Nee. Het werd ook op een gegeven moment mijn knuffel. En er was helemaal stuk gelezen. En tot mijn grote verdriet, toen we aankwamen in Nederland, was het boek weg. Volgens mijn oma achterover gedrukt. Mm-hmm. Maar het was weg. Maar dat nu was jouw houvast, jouw veilige toevlucht. Ja, dat was leuk. Het was leuk. Alleen maar leuke dingen kwamen erin voor. En het was zonnig. En ja, al die... Ook Indonesische woorden, hè? De jongos. De jongos. En op een gegeven moment loopt er een man met een pajong.
En dan heb ik wel eens aan mijn kinderen, kleinkinderen gevraagd. Afgelopen tweede Pinksterdag waar ik wie. Wie weet wat een paaijong is? Nou, de ene die zei een stok en de andere. Ik zei nee, dat is een parasol. En dan was dit jouw boekje en dat heet dan de Rattenvanger? Ja, en mijn broer kreeg ook een boekje en mijn zus ook. En wie welk boekje kreeg, weet ik niet. Maar het ene boekje heet Lodewijk de Mensenredder en de andere heet Lodewijk de Circushond. En het zou zo leuk zijn als ik die twee boekjes ook nog zou kunnen krijgen. En dan is dit leuk, natuurlijk in kleur. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk om een ander soort boekje. Hoe ziet het eruit dan? Grijs. Een grijs met een zwart tekkeltje op. Je hebt dit boekje nou weer in handen weten te krijgen, hè? Hoe fijn is dat en hoe belangrijk is dat je dat boekje nu weer hebt? Nou ja, heel fijn. Heel belangrijk. Ik heb het alweer 5 keer gelezen. Dit is een stukje wat eigenlijk miste. Een heel belangrijk stukje uit je leven. Ja, al die jaren. Al die jaren. En mijn man heeft er ook naar gezocht. Ik heb echt jaren naar gezocht. Ja, dus dit is fijn, maar de puzzel is nog niet compleet, toch? Nee, ik zou nog graag die twee andere boekjes erbij willen hebben. Lodewijk de Circushond en Lodewijk de Mensenredder. En het liefst die oude versies. Maar een herdruk is ook helemaal goed. Gelderlandhelpt.nl